Jij hebt lekker in je broek gepoept. Jij hebt lekker in je broek gepast. Helemaal niet, jij hebt in je broek gepoept. Jij gaat dierenleed. Jij hebt lekker bruin. Ja, goed. Ik heb een koekje gekregen. Ik ook. Met nee! Oma. Ja, helemaal niet hoor. Jij hebt lekker bruin. Jij hebt poem. Jij hebt poep in je broek. Jij hebt poep in je poep. Dat kan helemaal niet. Ben ik niet leuk. Ik mocht vandaag van de juf een sticker. Ik mocht het gisteren. En ik mocht het vandaag lekker. Ja, pech. Ik mocht het gisteren. Maar ik mocht het lekker vandaag. Ik mocht het gisteren. En ik kreeg een grotere sticker. Ik kreeg zo'n sticker. Nou, lekker, pu! Ik kreeg een grote. Niet liegen, dat vind ik niet leuk! Nee! Nee! Ik kreeg een grotere. Ja, maar ik kreeg een grotere. Ik kreeg een grotere. Maar ik kreeg een met een car sticker. Ik kreeg ja, wat een had je nu nog te zeggen, hè? Ik vind het een beetje eng om naar deze school toe te gaan, maar wat is er nou leuk aan deze school? Er zijn ook kleine groepen en dan kan je beter concentreren. Er zijn weinig kinderen op deze school ook. Te weinig. Ik vind het wel echt te weinig, maar het is wel beter voor je concentratie. En de juffrouw en de meesters helpen je ook hier meer bij? Ja, ze geven je ook, want meestal op hele grote scholen geven ze je niet echt zo vaak, geven ze niet goede aandacht aan je en hier wel. Hey, steeds een brugsmurfen, wat doen jullie hier? Wow. Ik wil een smurf. Hey, ga je beide hand doen? Ga je beide hand doen, moet je echt... Waar dan? Daar bij het speeltuintje. Zo, Priscilla heeft chance. Wat zijn, ik met hem praten. Hij zei van, mag ik je nummer? Serieus, heb je dat gegeven? Ja, echt? Hoe zegt hij eruit? Waar gaat hij? Hij is een beetje getint. Hij heeft een beetje groene, blauwe ogen. Oh, wat schattig. En hij heeft hele leuke kleding aan in de stoel. Oh. En wanneer ga je met hem praten? Weet ik niet. Ik vraag hem vandaag ook met hem appen. Zo. En heb jij al een vriend? Ik? Nee. Roy heeft het gewoon uitgemaakt, hè? Gewoon via de sms, ja. Het spart niet! Nee! Zeg, heb jij nog die formulieren? We moeten die formulieren nog ondertekenen. Ik heb honger, jongen. Anders kan die kraanwagen niet geleverd worden. Ja, oké, okay, ik ben zo gereinigd. Kun je laten? Jongen, je moet die papieren nog ondertekenen. Ik heb honger. Oh. Wat als je om mensen zijn? Ik jullie wel. Van vanaf 7 uur tot 2 uur werken. Ja, jij moet die papieren nog ondertekenen. Wat moet ik daarmee doen dan? Nou, die moet je ondertekenen, anders kan die kraanwagen toch niet geleverd worden? Hey, mag ik een hapje van jou? Dat mag hij lekker doen. Nee, ik mag een hapje van jou. Dat is echt lekker. Want je nummer 06 en de rest komt vanzelf, toch? Dat klopt. Ja, komt vanzelf. Zou ik het even vragen? Ze is de mijne. Ja, maar ik ga het graag voor. Ze is de mijne. Blijf af. Ze is de mijne. Hey, lekker ding. Oh. Voor mis. Ja.
Ja, ga jullie maar vlug, dan komt ze vanzelf wel hierheen. Hé, hey, meisje, kom dan. Die komt er nou op jou af. Wil je eten? En op jou vlug. Kijk, ik mag geen hapje voor jou, maar zij mag wel een hapje. Ja? Zit toch goed lelijk. Jongens, moet je nou zien wat ik heb gevonden? Nee, ik weet, ik ben heel erg blind, maar dit is volgens mij echt een kat. Nee, dit is mijn rug doet zeer. Ja, je bent net met pensioen. Mijn rug doet zeer. Jongen! Zeg geen gedag meer. Mijn rug doet zeer! Dag. Ja, maag heeft toch een box? Kat met taart en bieren. Mijn rug doet zeer! Mag mijn kat weer terug alsjeblieft? Mijn rug doet zeer! Nou, ik ga een broodje halen. En ik ga lekker een taartje halen. Ik heb geen zin om bij deze bejaarden te zitten.